tempo de baixo minha mãe. Ik zing het met liefde, met plezier, met voor mij, ik geef. Als ik morgen zing, is het niet voor mij, ik geef. Ja. Het maakt u echt emotioneel, zeg maar. Ja. Ik heb, soms zing ik morgen en huil ik zelf. Morgen is een melancholische Kaapverdiaanse muziekstijl. De muziekstijl is van zo'n groot belang dat het is gekandidateerd als UNESCO immaterieel erfgoed. En op dit moment zijn zij nog echt bezig met de formaliteiten. Maar het is al bekend dat de Marne behoort tot het culturele erfgoed van Kaapverdië. Voor mij is het een grote overwinning. Ja, het maakt deel uit mij. Alle Kaapverdianen verdragen die Marne altijd met ons. Ja, voor mij is het echt belangrijk en ik ben echt trots. Maar zoals de Marne, hoe die gespeeld wordt, is echt heel uniek en identificeert eigenlijk ook de Kaapverdische eilanden. Jacqueline is een grote naam in de Kaapverdiaanse gemeenschap. Ze staat al 45 jaar op de bühne, heeft meerdere cd's uitgebracht en heeft internationaal opgetreden. Zij wordt nu geëerd met een jubileumconcert in Theater Zuidplein. Nou, dames, nog 3 dagen. Ja. Ben je er klaar voor? Zeker. Ja. Een beetje nerveus, maar ja. Ja, ben je echt nerveus? Ja, een beetje. Ik vind het spannend. Ja. Jacqueline Fortes is voor mij mijn muzikale mama, zo kan ik het wel noemen. Ik ben als klein meisje ben ik echt opgegroeid met haar muziek. Zij is toch best wel iemand die... In hele moeilijke tijden toch bepaalde muziek heeft opgenomen. Het was moeilijk omdat veel vrouwen hadden die vrijheid niet om te zingen. En wat maakt haar nou zo'n goede zangeres? Haar stem, geluid, haar de liefde die er doorheen sijpelt. Ze zijn geïnspireerd door mij een beetje. En voor mij is het een heer dat ze hebben dit project echt bedacht en met mij meer bijna 2 jaar werken en over mijn leven. Ze zijn eigenlijk als dochter van mij. Vinden jullie het nog leuk of niet? Ik vind het niks aan. Tuurlijk vinden wij het nog leuk. Kan ik zeggen, ik kan niet wachten. Zo gaat die longe casari. Maar leuk, cosa ben certo.